Een ontzettende goedemorgen, lieve mensen, lieve YouTube-kijkers, en dan met name van de stofjes. Goedemorgen, zondagmorgen weer. Zondagmorgenpraat, dit is mijn laatste, zeg maar, vrije zondag van mijn vakantie. Volgende week zondag gaan we weer beginnen met voetballen. Oh. Lekker vroeg begonnen met lopen. Kijk het houden, mat. En ja, ik ben er al klaar voor. Morgen! Ik ben er al klaar voor. We gaan even lekker naar de fitness. Even wat doen. Oh. Nou, het is nu lekker vroeg geweest. Het is nu. Vijf, half negen, 18 graden, dus ja, en we gaan even lekker naar de fitness, even eventjes, want door de temperatuur van de week heb ik dat niet meer gedaan, het was veel te warm, het was mij iets te warm, dus gaan we vandaag maar weer. Ja, vanwege gaan we pakken extra, want natuurlijk heb ik vakantie, dus ik moet ook een beetje genieten. Ik wil ook niet alles opzij zetten. Gisteravond een klein feestje gehad. Dus ja, laten we even een beetje ronken. Dat is niet erg, ik moet ook een beetje leven. Ik hoef niet alles opzij te zetten. Maar ik merk het wel een beetje. Maar goed, ik heb nu een... Een stukje waar ik weer heen kan leven. Dus de komende week dan gaat het weer wat rust gaan. Woensdag gaan we even een dagje naar Duitsland. En niet net over gas, we gaan even een dagje naar Koblenz. Dat is mijn benieuwd. En de rest van de week gaan we even rustig aan doen weer. Gaan we een beetje proberen op te letten. Want ja, ik wil nog steeds richting die 92. Ik was ik heb afgelopen woensdag heb ik nog hard gelopen. Dat heb ik nog gemeten. Toen zat ik op de 94,9. Dus was weer iets af. Maar het schommelt een beetje. Dan zit ik 94,9, dan zit ik weer 95,3,4. Dan weer 93,6. Het schommelt te veel. Ik weet niet wat er aan de hand is. Geen, op een of andere manier, zo gezegd, qua gewicht geen balans. Geen balans ingevonden. Maar goed, dan nog. Het is ook vakantie. Dus ik wil ook een beetje genieten. Ik wil niet alles aan de kant zetten. Dus af en toe eens een keer een chippy of een biertje moet gewoon kunnen. Het zijn natuurlijk. Vorige week natuurlijk bezig geweest met de veranda. Dus ja, dan kun je nou even lekker rustig onder gaan zitten. De televisie is bijgeplaatst. Dus ja, dan kunnen we mooi televisie kijken s'avonds. Onder de veranda met dat warme weer. Dan is het wel wat laat thuis. Dus dan was het eigenlijk alweer te fris om dan nog onder de veranda te gaan zitten. Goed, een beetje voetballen gekeken. Nou, dat was helaas. Jammer dames, niks geworden. Jammer! Volgende keer beter. Ja. Ja, iedereen heeft dat weet altijd het zijn ervan. Was je stuurlui. Maar goed, is gebeurd. Ze zijn eruit. Jammer dan. Uithuilen en doorpakken. Nou, fitnessen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Het is natuurlijk best vroeg. 8:30. Verdorie. Ik ben goed aan het zweten. Ah, dat is natuurlijk wel de bedoeling. Maar eigenlijk niet als je zonnebril op hebt. Dan is dat best vervelend. Oh. Nou! Zijn we bijna. Ik ga vandaag eventjes een beetje bierf erbij. Een beetje knallen. Oh, zet. Dan ga ik hierheen. Hoppata. Mooi in de schaduw zetten. Goed. Dames en heren,
Ik ga afsluiten. Ik sta bij de fitness hier achter mij. Dus dan ga ik in ieder geval zeggen, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. Als je het leuk gevonden hebt, heb je het niet leuk gevonden. Jammer dan. Dan kijk ik de volgende keer maar niet. Maar goed. Ik vind het wel leuk om het te doen. Brilletje af. En dan zeg ik tjo. Tot aan de volgende keer. YouTube. Tot aan de volgende. Oh ja. Afgelopen woensdag heb ik ook gelopen. Nou, die heb je wel eens goed al gezien. Die ga ik hier in de voorplaats natuurlijk. Dus dan krijg je er weer twee vandaag als het goed is. Ik zeg in ieder geval tjo. Oh ja. Succes Max vanmiddag. Ik hoop dat het goed gaat. Salzburgring. Oh nee. Paul Ricard, Frankrijk. Dat is het. Nogmaals, blauw duimpje omhoog. Even abonneer op het kanaal. Zie je de volgende keer weer terug. Ik zeg tjoe.